Mijn naam is Jay Galensloot. Ik studeer op dit moment aan de HVA Finance & Control. Ik zit in het derde jaar en we zijn op dit moment bij de Amsterdamse Zaak op de Business Campus. Wat hier zo bijzonder aan is, is dat wij ondernemers en ex-ondernemers helpen met hun boekhouding. Omdat ze hier zelf eigenlijk problemen mee ondervinden en het ze niet zo goed lukt. Dat doe ik samen met andere studenten van het MBO. Die boeken de administratie in het boekhoudprogramma. Wanneer hun dat hebben gedaan, ga ik dat controleren of alles correct is ingevuld en ingeboekt. En als dat is gedaan, dan ga ik samen met de expertdocent de belastingaangifte invullen voor de ondernemers. Het grootste verschil met de Amsterdamse Zaak en wat ik in een klaslokaal zou leren, is eigenlijk dat ik bij de Amsterdamse Zaak veel in de praktijk werk en het contact met de ex-ondernemers of ondernemers echt persoonlijk heb. Ze zitten voor mijn neus in het lokaal en het mailcontact, telefooncontact. En in het lokaal heb je eigenlijk alleen maar de theorie uit de boeken. Dus dat is een heel groot verschil. Ik zou het zeker andere studenten aanraden om bij de Amsterdamse Zaak stage te lopen. Dit omdat je er heel veel bij leert. En je helpt eigenlijk ook de mensen die het echt nodig hebben. Dus dat is ook wel een soort van fijn gevoel als je dan achteraf klaar bent met het hele traject. Dat je mensen toch hebt kunnen helpen met hun privé